Nou, ik ben met Marcel Kooijman. We staan in Sint-Anland. Ik ben akkerbouwer samen met mijn ouders. En wij telen voornamelijk aardappelen, suikerbieten, graan en nog wat uien. Het is van oudsher al begonnen dat mijn vader Dacom zelf gebruikte op de computer. Ik geloof dat de allereerste mobiele registratie was van 2014 of 2013. Dus sinds toen zijn we met de mobiele telefoon gaan registreren. Registratie was beschermingsmiddelen, maar ook waarneming in het land, plantaantallen, gewasbemestingen en dergelijke, doodspuitbemunt. Ik gebruik het ook voor de registratie voor plannenproeven en Global Gap, waar ze allerlei eisen aan stellen. Of alles digitaal doen, ik denk dat we qua certificeringen 99% op digitaal doen. Het zal misschien wel eens een keer een contractje wezen wat ik heb moeten ondertekenen, wat ik dan op papier heb. Mijn vader spuit ook regelmatig of best wel veel. En ook hij doet de boel registreren op zijn telefoon en dat we het allebei op de computer kunnen zien en allebei op ons telefoon kunnen zien wat er gedaan is. Als ik bijvoorbeeld aan het planten ben, dan zei hij dat daar wat spuiten en dan vult hij dat in op de telefoon. Maar mijn opa was echt wel helemaal fan van computers, die deed er best wel veel mee. Dus het is van oudsher eigenlijk wel dat we veel meer computers doen. Ik weet ook dat je kan registreren in je scherm van John Deere om dan vervolgens door te sturen naar Dacom. Ik vind het zelf makkelijker om in mijn telefoon de boel te registreren. Dat is een persoonlijke keuze, dat staat ieder voor zich natuurlijk. Het is het, dus het kan zeker makkelijk zijn. Ook zeker met het doorsturen van bijvoorbeeld een taakkaart. Die als het goed is moet je die erover kunnen sturen van Dacom ineens naar je terminal van John Deere. Laten we allemaal opslaan in de registratie. Ja. Eigenlijk alles. Je kan zelf alle kosten invullen. Er zijn ook automatische data die ingevuld wordt voor sommige gewasbeschermingsmiddelen. Maar als je ziet dat je zelf meer of minder betaalt, dan kan je het mooi aanpassen. Dan kan je een heel mooi uitdraai maken. En dan kan je heel mooi, 's winters, als je er een keer tijd voor hebt, om een vergelijk maken voor je eigen of voor collega's of als je dat wil. Ja, de toekomst is wel met satellietbeelden gaan werken en taakkaarten gaan toepassen. De spuit die we hebben, daar kan je ook met taakkaarten spuiten. En ik heb met Dacom ook al gebruik gemaakt om taakkaarten te maken. Er zit best wel een handige layout in om zelf een taakkaart te maken.